met vandaag Pieter Derks. Het klinkt natuurlijk wel heel lekker extra parlementair. Het is bijna een reclameslogan. Kabinet Rutte 4, nu extra parlementair. Let op, geld uitgeven kost geld. Lees voorgebruikte politieke bijsluiter. Hierin staat dat het afbreukrisico van dit product zeer groot is. We hopen natuurlijk met z'n allen dat Johan Remkes er op dit moment in slaagt een doorbraak te forceren. Dat hij Hoekstra, Kaag en Rutte bij de oorlelletjes pakt, naast elkaar aan tafel zet en zegt dat het nu eens afgelopen moet zijn met dat kleutergedrag. Of dat hij erin slaagt dat extra parlementaire kabinet te vormen met de 9 partijen die hij vandaag heeft uitgenodigd. Ik hoop trouwens wel dat hij bij binnenkomst alle QR-codes gescand heeft, want met zoveel mensen binnenzitten en drank schenken is gewoon horeca. En voor je het weet heeft de burgemeester alle sloten vervangen. Ik heb geen idee hoe een extra parlementair kabinet met 9 partijen er in de praktijk uit zou zien. Het is namelijk ook een nogal bonte mix van partijen. VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Volt, SGP en de groep Den Haan. Die laatste zou wel eens een obstakel kunnen worden, want men wil een stabiel kabinet. En Liane Den Haan heeft het als 50-plus Kamerlid voor elkaar gekregen, zelfs als éénpersoonsfractie uit elkaar te vallen. Maar goed, stel dat ze er toch uitkomen met z'n allen, dan zal dat een interessante mix aan compromissen opleveren. Als ik een kleine inschatting mag maken, de maximumsnelheid gaat weer omhoog naar 120 voor alle gereformeerde 50-plussers. Er komt een vleestaks, behalve voor bitterballen. Er komen windmolens met een Europese vlag erop die ook andersom kunnen draaien om asielzoekers terug naar de regio te blazen. Boeren met een voltooid leven mogen ook hun koeien euthanaseren om de veestapel in te krimpen. En een minimumloon gaat omhoog, behalve op zondag. Grapje, het worden natuurlijk gewoon nieuwe verkiezingen. Onze eigen schuld, hadden we in maart maar beter moeten stemmen. Het was gewoon de verkeerde uitslag, geeft niks, kan een keer gebeuren. Eigenlijk is het een wonder dat het al zo vaak goed is gegaan. We gaan het gewoon opnieuw proberen. Misschien is het handig als de dames en heren partijleiders deze keer van tevoren even aangeven wat ze ongeveer een goede zetelverdeling zouden vinden. Dan kunnen wij daar in het stemhokje proberen rekening mee te houden. En namens het gehele Nederlandse volk onze welgemeende excuses voor de ingewikkelde situatie waarin we jullie geplaatst hebben. Het was natuurlijk nooit onze bedoeling dat jullie je gedwongen zouden voelen met een oplossing te komen. Daar hadden we van tevoren over moeten nadenken. Jullie zijn al druk genoeg met dagelijkse dingen als peilingen en de beeldvorming. Het enige lichtpuntje dat ik wel zie is dat de huidige situatie eigenlijk een fantastische afspiegeling is van hoe Nederland werkt. Er zitten momenteel 9 verschillende partijen aan een tafel te praten over het praten over een probleem. En dat vat de in Nederland heersende bestuurscultuur eigenlijk hartstikke mooi samen. Ik las vanmorgen nog een interview met Suzanne Top, die weggaat als belangenbehartiger voor gedupeerde Groningers in het aardbevingsgebied. En zij beschrijft hoe de afgelopen jaren gevuld waren met dialoogtafels en overleggen, met steeds weer nieuwe regelingen en procedures, met het doorschuiven of versnipperen van verantwoordelijkheid en vooral heel veel clubs met afkortingen. Het CWG, NCG, CBG, TCBB, TCMG en IMG. Intussen zijn er nog steeds mensen met een scheur in hun huis. Of zonder huis. Er zijn dorpen waar het ene huis helemaal herbouwd is en het huis daarnaast juist geen cent vergoeding krijgt. En wordt van sommige scheuren nog steeds onderzocht of het wel door de aardbeving komt. Want wat nou als er toevallig een reuze mol blijkt te bestaan die graag meters diepe gangen graaft onder de draagmuren van oneven huisnummers met een boeddhabeeld. Dat moet toch eerst even worden uitgezocht. Ook al kosten dat soort onderzoeken vaak uiteindelijk meer dan de scheur gewoon herstellen. Eigenlijk is het niet van de grond komende kabinet Rutte 4 een prachtige illustratie van hoe ons land er op veel vlakken voor staat. Niet poetsen, maar lullen. Veel koffie, veel flapovers, veel systeemplafonds, veel stuurgroepen en heel weinig actie. Dus voor die 250.000 werkende armen, of al die mensen die de verwarming uitzetten omdat ze anders de energierekening niet meer kunnen betalen, of al die mensen die zouden willen dat ze überhaupt een betaalbaar huis zouden hebben zodat ze de verwarming eens een keer uit konden zetten, nog even geduld. Er wordt over gepraat. En speciaal voor jullie zelfs, extra parlementair. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. Nieuwe boek.